Het landinrichtingsplan voor Eemland is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokkenen. Er moest heel wat overleg aan vooraf gaan. Maar tenslotte kwam er een plan waar iedereen zich in kon vinden. Het plan komt tegemoet aan een heel pakket technische, economische, milieuhygiënische en landschappelijke eisen en wensen. Ontsluitingen, verkavelingen en bedrijfsverplaatsing, waterhuishouding, natuur en landschap, openluchtrecreatie. Dikwijls tegenstrijdige maatregelen dus. Maar toch is de Landinrichtingscommissie van Eemland erin geslaagd ze in hun samenhang geïntegreerd aan te pakken. Neem nou dat open landschap, een grote zorg, zo'n ambitieus plan. Hoe speel je het klaar daarin dat toch eigen specifieke karakter van Eemland te bewaren? Dat kan door aan het verplaatsen van een aantal bedrijven, nodig voor een economische bedrijfsvoering, bepaalde grenzen te stellen. Het mogen er niet meer dan 49 zijn. Nieuwbouwlocaties blijven beperkt tot een paar smalle stroken langs de Eem en de bebouwingsgrens van Bunschoten. Zo blijft de gewenste openheid van het landschap toch bewaard. En bovendien wordt rekening gehouden met de wens tot vorming van een aantal reservaatsgebieden. Een totale oppervlakte van ongeveer 380 hectare langs de Eem en aan het Eemmeer. Dan is er het wegennet dat voor het zware agrarische verkeer moet worden aangepast voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en kavels. Maar uit een oogpunt van verkeersveiligheid en de handhaving van de nodige rust moet wel worden vermeden dat het niet-agrarische verkeer Eemland als een soort sluipweg gaat gebruiken. Aan de ene kant dus verbetering van de interne wegenstructuur voor agrarisch verkeer, anderzijds opheffing van het doorgaand karakter van wegen. Ook dat kan. Eenvoudig door bepaalde weggedeelten voor auto's af te sluiten. Voor fietsers blijven ze wel toegankelijk. Nog een voorbeeld van tegenstrijdige belangen betreft de waterhuishouding. De veehouders moeten van het land bestaan. Dat was immers een van de uitgangspunten. Ze zijn aangewezen op een zo goed mogelijke grasproductie en optimale bewerkingsmogelijkheden. Dat vereist een laag peil van de grondwaterstand. Maar in de reservaatsgebieden bijvoorbeeld zijn het voorbestaan van een aantal plantensoorten en de vestiging van de meeste weidevogels juist afhankelijk van een hoge grondwaterstand. Daar wordt bij de inrichting van het gebied dus rekening mee gehouden. Het plan voorziet in een waterbeheersingsstelsel dat voor de landbouwgrond en voor de reservaatsgebieden verschillende grondwaterniveaus handhaaft. De kwaliteit van het inlaatwater laat vaak te wensen over. Waar dat kan, worden dan ook voorzieningen getroffen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de aanwezigheid van schoon water in de ondergrond. En verder worden door uitdiepen, verbreden, de bouw van stuwen, bestaande watergangen aangepast aan hun nieuwe taak. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het landbouwbelang,
maar ook naar het natuurbelang. Een watergang met begroeide oevers kan immers zowel functioneel als mooi zijn. De technische en qua capaciteit sterk verouderde gemalen die er nog zijn, voldoen niet meer aan de afwateringseisen. Hun werk wordt overgenomen door 5 nieuwe gemalen. Elders bleven karakteristieke gebouwen bewaard. Gemotoriseerd verkeer blijft voornamelijk beperkt voor de vervoersbehoeften van de Eemlanders zelf. Al wil dat niet zeggen dat zo'n aantrekkelijk stukje Nederland aan de liefhebbers zal worden onthouden. Openluchtrecreatie, te voet en op de fiets is van harte welkom. Aanleg van fiets- en wandelroutes. Voorzieningen voor sportvisserij en beperkte surfgelegenheid. Maar dan wel zo dat er geen wildgroei kan ontstaan. Plus de bijbehorende bescheiden parkeermogelijkheden. Daar zal het in Eemland bij moeten blijven. Ook om de natuur niet te veel te belasten. Botanisch is Eemland nog steeds interessant, getuigen de wegbermen, dijken en graslandpercelen, het slootmilieu en niet te vergeten de waaien. Maatregelen voor een effectiever en efficiënter gebruik van de cultuurgronden worden zoveel mogelijk aangepast aan de handhaving en de verbetering van de karakteristieke natuur en landschappelijke waarden. Niet alleen productief dus, maar ook gezond en mooi. Zo moet het worden. In Eemland zijn landbouw, natuur en landschap als het ware met elkaar verweven. Dat is landinrichting. Verbeteren van het platteland, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen. Dat gebeurt op veel plaatsen in Nederland. Er zijn bijna 200 projecten in voorbereiding en uitvoering. Eemland is er één van. Met zijn 8000 hectare, eigenlijk maar een bescheiden stukje Nederland. Wel een heel bijzonder stukje.